zijn op weg met de Lauwers naar de Aar in de Moezelvallei. Eerst bezoeken we Aarweiler. De Aar. Waar is dat onderontwikkeld volk? En denk maar aan de tijd van Julius Caesar, die zo vermetel was. Hallo, mam. Stadhuis van Aarweiler. De abdij. Benedicter abdij, klooster Maria Laag. Tweede dag, het zonneke komt er al terug door. Vanuit mijn hotel. Mijn kamertje. De tweede dag, nu zijn we in Trier, de oudste stad van Duitsland. Dat is de Porta Negra in Trier. Het Driekoningenhuis. Sankt Jan Wolfkerk. Het Kurvorstelijk Paleis. Het gedeelte is volledig gerestaureerd. Het andere gedeelte waar je nu. Iets dat hier in Petrus Groen en vlakbij ligt, zou ook wel eens kunnen zijn. Dat zijn twee kerken die naast één gebouwd zijn. Dit is een Romaanse en dit is een Gotische. Deze is de Domkerk. De Mosel. De Mosel. Onze Lauwersbus voor de Aar en de Mosel. Dit is onze laatste dag in Duitsland. Het dorpje Beilstein. Ja. En dan gaan we met de boot varen. Ik sta hier op de marktplaats van Beilstein en dat is het oudste huis. En hier heeft Konrad Adenauer de allereerste steen gelegd voor het vormen van Europa. Op dit terrasje. Het is ontzakken. Ja. Oh ja, dat is snel, hè? Ja. We varen nu door de sluis en we zijn erbij gesluit. En nu varen we naar Kochem. Ah, nee, hè. Kerden. Een prachtige reis met heel veel schoon herinneringen. Von der Burg aus führt unterirdisch ein geheimer Gang bis zum Marktplatz. Wir legen nu aan in Kochem. Das ist ein Boot, waar we mee naar Kochem gekomen sind.